Dan kan je dat soort dingen doen. Wat een feest, hè? Ja, leuk toch wel. Ik bedoel, volgens mij hebben de hele wedstrijd ook alleen maar hun gehoord. En dat zegt altijd weer genoeg, ja. Ja, die interactie is mooi. Jullie hadden er vandaag ook wel de tijd voor en de mogelijkheden na die goals, hè? Ja, dat mag je zeggen. Ik bedoel, je weet in de eerste helft, je maakt een goede goal. En daarna wil je snel die 2-0 maken. Want dan, je ziet zo'n wedstrijd, dan moet het gedaan zijn eigenlijk. Hun krijgen nog een goede kans met Sierhuis. Want die weet dat die mogelijkheden toch gaan komen. Daar zit volgens mij onze Duitse reus weer goed aan. Dus, maar ja, dan zie je toch dat het gevaarlijk blijft. En ja, dan maak je heel snel die 2-0. Dat is wel lekker. Welke goal zie je liever terug nu? Die van Regeer of die van jezelf? Ik zou die van Ugalde erop zetten. Ik bedoel, hij heeft een tijd droog gestaan. En ik denk dat het heel lekker is voor hem ook om zijn eerste goaltje weer te maken. Dus dat is een belangrijke. Ja, want inderdaad, het was nodig voor hem. Hoeveel heb je hem gesproken en hoe blij was jij? Ja, we zijn allemaal blij natuurlijk. Kijk, ik zou zeggen, ik denk 5 jaar terug was ik niet zo blij geweest. Maar ik bedoel, je leeft dagelijks met die jongens en ook met Manfred en als spits zijnde. Ik waardeer heel erg het respect, vind ik, dat de trainer hem ook geeft om gewoon tijd te gunnen. En hij krijgt de mogelijkheden en nu maakt hij een goede goal en had hij nodig. Er zijn toch wel weinig spelers, Ricky, die zo erin staan, hoor. Wat je ik loop ook vloekend weg zo. Ja, je hebt spelers die zeggen A, doen B. Nee. Maar volgens mij, dat krijg ik niet de indruk bij jou. Nee, luister, ik wil spelen, Kees. Dat weet de trainer en dat is ook dat is mijn focus ook gewoon dit seizoen. Ik wil spits zijn, spits van Twente zijn. Ik wil in de basis staan en goals maken. Je gaat niet op een terrein je winst proberen te halen dat niet, wat niet fair zou zijn. Nee, daarom. Je doet het op eerlijke basis. Daarom. En dat is gewoon hard werken. En dat zijn die minuutjes die je op het veld krijgt. Dan moet je het laten zien. En daar moet je praten. En niet naar buiten doen. Nou, zullen we die van jou er dan ook maar eventjes bij pakken? Want het is toch lekker dat en Eiting aan de basis staat van die goal en jij hem binnenkomt. Ja, nee, heerlijk. Ik bedoel, Kado heeft een geweldige trap natuurlijk. De timing was top. En ik was blij dat de keeper hem nu niet net genoeg aanraakt om eruit te tikken. Want daarvoor pakt hij voor mij nog een hele goede bal, denk ik. Pakt hij heel goed op, Pandoor. Ja, die pakt hij heel goed. Dat deed hij heel goed. Maar dan ben ik wel blij dat hij er uiteindelijk in zit natuurlijk. Dat is het lekkerste als je spits op de bank zit. Die valt in, dan is het enige wat je wil zijn goal maken. En weer 3 punten. Lekker, man. Gefeliciteerd nogmaals. Ga lekker naar binnen. Ja.